Ik ben hier in het centrum van beeld en geluid. En vandaag is iets bijzonders gebeurd, want ik sta hier met Louis en met Tessa en die hebben net boek 2.0 geïntroduceerd. En dat is heel simpel, je vraagt gewoon 130 mensen om een artikel te schrijven en dan zet je een kafje omheen en dan is het klaar. Zo is het toch gegaan, Louis? Dat denk jij. Eigenlijk was het ook wel zo. Crowdsurfing. Wat was het thema? Hoe is het tot stand gekomen? Wij dachten als onderwijsmensen, het moet mogelijk zijn om op 2 pagina's uit te leggen wat een bepaalde applicatie is. Wat is YouTube, wat is Twitter, wat is Hives, wat is Habhotel, noem maar op. Op 2 pagina's voor iedereen van 10 tot 100. Nou, en dat wilden we niet zelf doen, we zijn een beetje lui soms. Dus hebben we gezegd, wie doet met ons mee? En binnen 4 dagen hadden wij 125 co-auteurs. En dit is het resultaat, ons boek, boek 2.0. En er zijn 2 versies, hè? Er is een blauwe versie en er is een paarse versie. Wat is het verschil? De blauwe versie is speciaal voor het onderwijs. Dat betekent dat ieder artikel is aangevuld met een tip speciaal om deze webtool of dit social medium in de klas te gebruiken. En daarnaast zijn er een aantal achtergrondartikelen aan toegevoegd. Die bijvoorbeeld uitleggen hoe je social media en webtools in de klas gebruikt. Hoe een lerend netwerk ontstaat. En hoe je omgaat met auteursrecht, Creative Commons. Moet je eens even kijken zo met die camera, even al deze mensen. Dat zijn allemaal, 125 klinkt eigenlijk helemaal niet veel, maar die hele zaal die zat propvol. En dat waren een heleboel individuen. Hoeveel werk heb je er nou aan om inderdaad van, ik schrijf inderdaad 500 woorden en ik schrijf een artikel en daarna moet er een boek gemaakt worden. Hoeveel werk was dat? Dat is heel veel werk. Ja? Ja, dat is echt heel veel werk. Ik dacht dat alles vanzelf zou gaan, hadden ze een automatisch scriptje die dat allemaal gewoon... Nee, want we hadden wel een format gemaakt, maar niet iedereen had het format compleet ingevuld. Dus dat betekende dat er toch wat communicatie op en neer was tot het format compleet was. En daarnaast gingen er een aantal redactieronden overheen. Om toch een beetje, we hebben ieder zijn eigen stijl laten houden, maar om toch te zorgen dat er een eenheid in het boek zat. Ja, dat het begrijpelijk was. Hey, maar nu zie je dus hier gewoon weer, ja, hier zijn dus die... Die 125 mensen, dat zijn best wel een hele hoop mensen. In een zaal was het helemaal veel. En 125 mensen die een verschillende stijl hebben. Is dat een beetje uit te leggen? Ja, zeker uit te leggen. Het zijn allemaal gebruikers geweest die gedurende het traject zich hebben gespecialiseerd. Dus experts geworden. En die allemaal hebben we proberen uit te leggen. Natuurlijk heeft niet iedereen de gave van de pen. Maar we hadden een ongelooflijk goede eindredactie met de mensen van Buurtboek. Ja, maar die vormgever die zag er wel heel uitgeput uit. Ja. Die heeft onze Judith van Query Design. Die heeft op een gegeven moment zelfs een dag 16 uur aan één stuk gewerkt. Dus die had hart en masseur nodig. Maar wij kunnen nu zeggen, elke pagina is een kunstwerk op zich. Dus het is een fantastische uitgave geworden. Het is een beetje old school natuurlijk, een boek. Ik wou net zeggen, de volgende vraag was, oké, je hebt hier een iPad in de hand. Ja. Maar aan de andere kant, een boekje. Dit is wel heel erg papier. Waar is de iPad-versie? Waar is de iPhone-versie? Waar is de Android-versie? We hebben vanaf het begin gezegd, het is een crossmediale publicatie op basis van co-creatie en crowdsourcing onder Creative Commons. Crossmedia betekent, er komt natuurlijk ook een app. Er komt natuurlijk een e-book. Er komt misschien een PDF. Er komt misschien een Yendo. Een mooie mogelijkheid om je boek te huren zelfs. Dus natuurlijk gaan we dit op alle mogelijke platformen proberen te lanceren. En we houden continuïteit erin. Wij willen graag dat als je een vraag hebt, kom bij ons. Wij sturen je vraag door naar de expert, dan krijg je antwoord. En als er experts zijn die zelf weer zeggen van, joh, dit mist nog en ik wil er iets over schrijven. Precies. Dus continu komt er een nieuwe versie en van tijd tot tijd druk je het weer af op papier. Precies, van tijd tot tijd doen we dat. En er komen nog veel meer applicaties. En boek 2.1, 2.2, 2.3 en uiteindelijk komen 5.0. Oké, en hoeveel heb je er nou gedrukt van dat ouderwetse papier? Nou, de eerste oplage is denk ik tussen de 5.000 en 8.000 op dit moment. Voor een boek is dat wel heel erg veel, hè? Ja, we hebben er in de voorverkoop... Krijg ik nou ook inderdaad mijn auteursbijdrage? Nou, de auteursbijdrage... Jij snapt natuurlijk ook wat Creative Commons is. En de auteursbijdrage, die wordt eigenlijk... wat er tegenover staat is... Je krijgt veel exposure in het boek met foto, naam en alles. Een boek, ja. Vijf exemplaren. We hebben een fantastische middag gehad met jouw evenbeeld als trendwatcher. Remco Brom, wat kon die snel praten? Enorm, ja. Een rollercoaster. En hij ging bijna net zoveel over tijd als ik altijd doe. Ja, maar ik ben ervan overtuigd dat ooit jij ook zijn niveau kunt halen. Ja, daar doe ik echt mijn best over. Okay. Hey, dank jullie wel. Succes met het project. Super. Ja.